We hebben vandaag weer een wedstrijd voor de competitie voor u. Jury Mulder en ik, even de Napel, heet u van harte welkom. Met deze formatie stapt de thuisploeg het veld op. Ze verschijnen vandaag in een klassieke 4-4-2 opstelling aan de start, waarbij de twee spitsen voor de doelpunten zullen moeten zorgen. Het uitspelende team gaat in deze opstelling van start. De ploeg begint in een aanvallende 4-5-1 formatie. Dit is echt zo'n wedstrijd die alle kanten op kan. Geen idee wie hier als winnaar van het veld zal komen. Maar daar komen we vanzelf al achter. We zijn begonnen. Martins. Pirlo. Bal is over de lijn ingooi. Wat een waardeloze voorzet. Zo in de voeten van de verdediger. David Villa. Nee, daar gaat het balbezit en meteen weer druk zetten. Dempsey maakt zich wellicht al op voor een schot. Pirlo. Diskerud. David Villa. Terug naar de doelman, het publiek fluit. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. Martins. Dat is de scheidsrechter niet ontgaan. Hij heeft rood en dat al vroeg in de wedstrijd. Ja, en nou wordt het heel moeilijk voor ze. Die slijding was niet volgens de regels. De scheidsrechter had geen keuze hier. Pirlo. Diskerud. Iraola. Diskerud. En hij springt zo over die slijding heen.
Evans. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ja, nu! Die bal is de lijn gepasseerd. Inworp dus. Pirlo. Iraola. David Villa. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer niet zomaar. Het balletje tussendoor van David Villa mislukt. De bal gaat uit. Doeltrap. Torres. Lampard heeft hem. Doelpoging. En doelpunt. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Evans. Hij stond even wankel op de benen, maar hij blijft staan. Dat is een slechte bal, zomaar over de zijlijn. En wat krijgen we dan? Een inworp dus. Houdt die bal bezit? Martins. Ze krijgen een ingooi. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Diskerud. En de bal gaat weer terug. Diskerud. Ja, en nu? Hij raakt dat. Dat voor verdedigd. Gestopt, anders zouden ze een tweede van de wedstrijd zijn geweest. Ja, jammer. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Evans. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. David Villa. Nog zo'n loepzuivere paas. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Martins. Hij lijkt nog last te hebben van die tackle van daarnet. Dit is Lampard. Diskerud. Zijn voorzet belandt in het strafschopgebied. Wordt het een doelpunt? Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Het balbezit wordt overgenomen. Goede ingreep dus.
Martins. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Die ging hard. Die bal komt niet eens in de buurt van het doel. Hier komt hij nog eens langs. De goal die ze op voorsprong bracht. De speler krijgt de bal in de 16 aangespeeld en plaatst hem in de rechterhoek. We gaan rusten bij een stand van 1-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Nou, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. Doodzonde. Hij heeft te veel pijn om verder te spelen. De wissel dus. Daar kan de trainer niet omheen. Scheidsrechter klaar. Spelers klaar. We kunnen weer van start. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Haedo Valdes. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Diskerut. Pirlo. Hij schiet. Nou, hier staat hij wel een beetje bekend om, hoor, om die afstandsschoten. En ze gaan er vaak nog in ook. Maar deze niet. Diskerut. Ja, en nu? Net naast. González. Evans. Doorgetikt. Haedo Valdes. De bal komt terug van de paal. Die bal is de lijn gepasseerd. Inworp dus. Diskerut. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch weer kwijt. Er komt een vervanger aan. Diskerut. David Villa. Nou, wat gaat de scheidsrechter daaraan doen? Geel. En niet opnieuw rood, gelukkig.
Nee, voor hun inderdaad gelukkig. Want ja, met meer dan één speler rood van het veld, dat wordt wel erg moeilijk. Die sliding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. De ploeg die op voorsprong staat zet een wisselspeler in. Het gaat er nu om, om de voorsprong vast te houden. Pirlo. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Op de wreef. Wat een doelpunt. De gelijkmaker. Net wat we nodig hadden. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen brute kracht, maar gewoon puur op techniek. Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Nou, geweldige techniek. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Iskerud. Dit wordt menens. Bal over de achterlijn, hoekschop dus. De trainer wil er een nieuwe speler in brengen. En de keeper heeft hem zonder problemen. Evans. Over de lijn inworp. Pirlo. Bal is over de lijn inworp. Bal nu in handen van de tegenstander. Probeert het. Van zo'n grote afstand lukt het hem niet. Hij had misschien toch beter kunnen pasen. Ja, misschien wel, maar hij schiet ze er anders ook wel eens in hoor, van die afstand. Hij gaat naar de kant, wij kijken nog eens naar zijn doelpunt. Een afstandsschot met de vreef, links op het doel. Er gaat een speler vervangen worden.
David Villa. Iske Ruud. Wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? Deze gele kaart moeten ze maar opvatten als een ernstige waarschuwing. Er is immers net al een speler van hun weggestuurd. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. De scheidsrechter had geen keuze hier. Ze spelen nog steeds volle bak. En ook in deze laatste minuten zijn deze twee ploegen volkomen aan elkaar gewaagd. En ze geven niet op. Vrije trap. Maar wat kunnen ze uitrichten vanuit deze positie? U ziet hier de overtredingen van de ploegen. Prima redding van de keeper natuurlijk. Een voorzet in de 16. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Evans. Aedo Valdes. Ja, uitstekend gedaan van die verdediger. Dat was een gevaarlijke aanval op een gevaarlijk moment. Pirlo. Diske Ruud. Vrije trap, zo laat in de wedstrijd nog. Die komt er met de bal uit. En het schot. Dit zou wel eens het winnende doelpunt kunnen zijn. Er is nog maar kort te spelen. We komen laat in de wedstrijd op voorsprong. Duitse timing zullen we maar zeggen. Nou, hoe zit dat met die Duitsers dan? Ze scoren altijd op het eind van de wedstrijd. Juist. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Wat een sensatie, helemaal op het eind van de wedstrijd. We krijgen alsnog een beslissing. Ik denk dat de verlenging nu... ...van de baan is. Dit doelpunt zal de wedstrijd wel beslissen.
Nee, ik denk ook dat er niet nog een doelpunt zou vallen. En dan hebben we gelukkig geen verlenging. De scheidsrechter fluit voor de laatste keer. Het is al eerder vertoond dat de ploeg die met minder spelers moet spelen, de wedstrijd uiteindelijk toch weet te winnen. Hoe kan dat nou toch eigenlijk, Jury? Ja, eigenlijk moet het niet mogelijk zijn, Evert. Maar ja, je denkt, ach, we hebben een mannetje meer en dan gaat het wel wat makkelijker. Iedereen gaat een beetje de boel onderschatten. Heeft het aardig gedaan vandaag? Wat vond jij ervan, Jury? Dat winnende doelpunt zo laat in de wedstrijd, die staat morgen op de voorpagina van de kranten, Evert. Wat een geweldige manier om de wedstrijd af te sluiten.